En bedankt voor doneren. Mensen blijven lekker doneren hier ook. Ziezo, zet die freestyle nog steeds. Verhaaltjes en zo, dan gaan we weer, yo. We maken we dood. Ja, dat gaat toch weer zo aan. Ja, 1, 2, 3, doe goed in de potje. 2 tonnies, 4, 5 tonnies. Ja, toch weer eventjes weer gemaakt. Eventjes weer gehaald. En we zitten in een hokje vast. Eventjes gebouwd, maar yo, laat me hem eventjes rappen in op de beat, man. Laat me je even vertellen dat je money kan maken of niet, man. Woe! Niet op in de building met Joey Lee Toe. En de lazy Ellie drop close. Dat is hoe het gaat nu. En zo, yo. Shout-out naar Sam. Kom jij even met... Dos Hermanos. Even met twee woorden waar we over moeten rappen. Nu live. Of moet ik een beatboxje geven? Dat beatbox. Oké. Doneer even 10 euro. We hebben hier Xander Boussonnier, die doet een beatbox. En wij gaan rappen over... Wie had daar? Moet ik hem aanlaten of ga je gewoon... Nee, ik doe wel. Doe maar wat je wil. Ah, yeah, en doe maar mee. We doen die freestyle hier zo met Xander Boussonnier. Hij doet die beat hier zo in het hokje. Ik pok je en check dit. Neem thuis nog maar een slokje, man. We zijn hier bij Kousenband en shit. Het is de Lazy L. Doe die shit nonchalant nu, bitch. Yeah. Check die beatbox, de ziek toch of niet dan? En kijk hoe die beatbox losbangt. Het is ziek span. Met skills van Xander Boussonnier. Jij in de building met de dossen, man. Als wij zijn op ons vlees. Jij hokje opgesloten voor een uur, 12 of nee. Oh, zometeen weer lekker eten. Dit is dat je weet. Lekker eten. Ik ben mijn naam vergeten. Bossen. Hey, nice beatbox. Hij zet hem eventjes. Doneer voor de jongens. Doneer voor de jongens. Free girls, belangrijk. Ja. Wat is je naam? Mirjam. En ik ben ook vrijwilliger voor de Lock Me Up Free Girl. En deze jongens laten zich 12 uur lang opsluiten. In een hokje van 2x1 om geld in te zamelen. Om meiden te bevrijden wereldwijd. Maar voornamelijk in India. Ik ben een jaar in Zuid-Amerika geweest. En ik heb daar gewerkt met meisjes die ook vanwege incest uit hun huis worden geplaatst. Of die uit de prostitutie werden gehaald. Oh jee. Ja, en dan in een blijf van mijn lijfhuis terechtkomen. Dus jij hebt gewoon echt, jij hebt het gezien. Je hebt die mensen die dat doen gezien. Ja. Als ik aan deze actie denk, dan zie ik een paar hoogtevormen van meisjes die echt zijn bevrijd. Uit die gekke industrie, want het is echt heel zwaar. Toen zag je dit, zeg maar. Je zag Lock Me Up staan en je dacht, hey, hier wil ik aan meedoen. Ja, hier ga ik aan meedoen. Ja. Hallo. Dit heeft mijn hart. Ik vind het heel belangrijk. Dus ik zet me graag voor in, ja. Tik hem aan, sowieso. Wat moeten we hier doen? Een liedje maken, zei je dat nou? Ja. Dat vinden jullie ook. Een request. Do we got a request right there? Ja, ik doe wel een request. Oh. Hier gewoon een dus jij gaat zingen? Nee. Ga je ook een stukje zingen? Ja. Nee? Je kan wel breakdansen. Kan je breakdansen? Ja, jawel. Wat kan je heel goed? Ja, heel veel. Dus als wij de muziek aanzetten, ga jij breakdansen? Ja. Mijn naam is Jolito Cortez. En mijn naam is Lorenzo Cortez. En wij gaan hier even, want er zijn gezellige mensen hier ook in de zaak. En we gaan eventjes een live optredentje doen. Ik ken de girl aan de mannen van je Instagram. Een gekke jerky man. Op Facebook brengt de pikkers van mijn face. Die wacht ze op Google en we zeiden dat doet ze de hele tijd. Dus we rond met de boy, maar nee, het is niet oké. Zij is helemaal gek, zij is helemaal hopeloos. Stel ik het als ik dat drie gaat de hoofd op brood. Stel op de foto met die dope brood. En de hand tekening op een doos of zo. Ben die gek, lopen langs met de fotoboot. Zo roekeloos, pak ermee doogloos. Alles voor de aandacht, fucking overdoos. Of te liggen op het net van Joe of zo. Zo'n hier, jij bent in de en we doen het nog steeds voor Free Girl. Ja, lock me op. Daar doen we het allemaal voor, hè. Ik trek de deur achter me dicht. Shit, ik ben klaar met je fucking service. Shit, kan niet hangen met een vrouw die maar nergens in te staan. Fuck jou, je fucking humor, bitch. Doe maar zo, doe maar gek, doe maar lekker loco. Zo meteen ben ik weg, dan pak ik de auto. Mami, je bent gek in je hoofd, joh. Je hebt alleen maar stress, ik moet weg naar deze toko. Shit, waar de fuck gaat dit slecht? Ja, zeg je mis me inzet, bitch. Hang niet op de mijn oor, want je weet daardoor, wat is fucking gek. Jij beseft niet meer wat jij zegt. Ik weet niet hoe lang ik dit red. Kan ik het weten, had het nooit beter, nog één beef en dan ben ik weg. Blijf maar kijken naar mijn telefoon. Zal ik je bellen of niet, kom ik verder of niet. Het is non-stop Game of Thrones. Doe het zo. Wij maken die shows, stop. Jullie geven respons, stop. Samen doen we die shows, de boodschap gaat de wereld weer rond. Ros. Wij maken die shows, stop. Jullie geven respons, stop. Samen doen we die show. Elke dag word ik wakker, voel een dikke zonnestraal in mijn face. Voel me lekker in mijn tas, ik dacht vandaag snap je. Want ik heb een krantje klaar, dus ik lees. Yeah. Eerst pak ik nog een koffie, neem een lekker broodje mee en ik douche. We lopen naar de kledingkast voor een koffie. Iets wat ik mooi vind, shit staat goed. Vandaag ben ik vrij in mijn vrijstand. En vandaag ben ik high in de vrijstand. En ik heb alweer een tijd lang mijn angst. Zie me laten kennen, dus ik blijf bij mijn plan. Ik zeg rood, wit, blauw, dat is mijn vlag. Dankzij die hard, dit is mijn land. Dankzij dat kan ik spreken en dit delen. Doe een mic, man, doe het live, man. En op internet. Voor het redden van de flow, flow, ja.
ja. We roepen free rugen, klop, ja, ja. Handen in de lucht voor een non-stop leeg. De wereld die is kut als je non-stop weet. Handen in de lucht voor de vrijheid leeg. Niemand die ons stopt als die boodschap leeg. Yeah, yeah, free the club. Wij maken die song, song. Jullie geven die song, free the club. Samen doen we die show, de boodschap gaat de wereld. Op mijn grind, money on the line. Dat is wat ik doe, dat is alles on my mind.